Don Cedes heeft zich ook bezig gehouden met schuldsanering. Nou, ja, weten we dat er ook mensen die in de financiële problemen zitten het soms heel aantrekkelijk vinden om bijvoorbeeld een deel van hun schuur op de markt te brengen en daar dan te verhuren aan mensen die daar drugs in gaan maken. We weten dat er wietplantages op zolders zijn. Heeft u eigenlijk begrip voor mensen die dat dan toch om hun schulden weg te werken tolereren? Nou ja, ik heb wel eens een paar cliënten bijgestaan die hun huis uitgezet worden. Juist omdat zij dat een kamer of de hele woning hebben gebruikt voor hennepteelt. Of ik er begrip voor heb, ik denk dat er misbruik wordt gemaakt van de meest kwetsbare mensen. Het zijn vaak mensen bijvoorbeeld met een licht verstandelijke beperking die meegenomen worden. Het zijn ook mensen die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn door middel van schulden en geen andere weg zien dan om een deel van hun woning of de gehele woning te verhuren of te gebruiken voor hennepteelt. Dus ik denk inderdaad dat we het afwentelen, het verkoop, het consumeren, dat wentelen uiteindelijk af op de meest kwetsbare van de samenleving. En ik denk dat dat iets is wat we dat gesprek hebben te weinig met elkaar. Ik merk in Amsterdam hebben het ook heel, heel vaak over moeten bijvoorbeeld wiet legaliseren of niet. En dan gaat het heel vaak over de veiligheidsaspecten. Het zou veiliger zijn. We reguleren de achterdeur. Maar ik hoor te weinig en het gaat te weinig over ook de vraagkant. We hebben in Amsterdam heel veel mensen die kennelijk behoefte hebben aan ontspanning door middel van ecstasy, door middel van wiet. Iemand heeft me ooit uitgelegd dat verdovende middelen of drugs is niets meer dan een tijdelijke ontsnapping van de werkelijkheid. Ja, als iemand dat een keer wil, prima, dat kan ik snappen. Maar ik denk dat we een dieperliggende vraag moeten stellen. Hoe kan het dat zoveel jongeren de behoefte hebben om tijdelijk te ontsnappen aan deze werkelijkheid? En kunnen we daar eigenlijk niet wat aan doen? Ik denk dat als je de vraag mindert, uiteindelijk ook de aanbodkant vanzelf iets wat reguleert. En Jack Mikkers, als burgemeester, vindt u ook dat eigenlijk jongeren te makkelijk ernaar kunnen grijpen? Of dat ook zonder blik of blozen doen? Nou, volgens mij snappen ze niet helemaal wat erachter zit. Dat vind ik het lastige. Ik bedoel, ik ben het eens dat je mensen bewust moet maken van het feit van het ontsnappen van de samenleving of de snelheid van de samenleving, daarvoor drugs gebruiken. Dat is niet de oplossing voor wat er speelt. Ik ben het met Ceder eens dat we aan de achterkant voornamelijk ingrijpen. Het sluiten van hennepkwekerijen, het oprollen van zoldertjes. Maar volgens mij moeten we het systeem aanpakken. En dat betekent vooral beginnen bij het gebruik. Ik ben niet voor om dat meteen heel sterk te gaan verbieden. Maar ik wil wel mensen bewust maken. We eten minder vlees inmiddels al in Nederland. Dat komt ook door de voorlichting en de wijze waarop we dat aanpakken. En dat mensen het gewoon niet meer minder willen consumeren. Ik denk dat we zo'nzelfde traject ook in moeten gaan met drugs en met ecstasy. Om mensen bewust te maken.